Wij proberen met het nieuwe structuur een aantal vernieuwingen in te zetten, wat dus in het belang is van het kind. Laten we dat voorop stellen. En die vernieuwingen hebben te maken met een nieuwe basisschoolgedachte, waarbij we praten over 10 klassen. Ja, klassen 1 tot en met 10. We kennen de eerste klas tot de 8e klas, is een combinatie van wat we kennen als kleuterklas. 2 klassen kleuterklas, 1 en 2. En we kennen de normale lager onderwijs 8 klassen, dus dat maakt 10. Dat is de normale structuur op dit ogenblik. Wat vernieuwend is, is dus de laatste 2 klassen 9 en 10. Dus 1 tot en met 8 is een verzameling van wat we kennen kleuter en lager onderwijs. En klassen 9 en 10 kun je vergelijken met Mulo school klasse 1 en Mulo school klasse 2. En, ja? LBO klasse 1 en 2. Wat wij nu hebben gedaan is eigenlijk talenten van ons land in elk geval beter de kans geven tot recht te komen door middel van de mogelijkheid om, laten we zeggen, de selectie die vroeger was op 12 jaar, enigszins te verlengen naar 14. We weten ook dat de vroegere GLO-toets waar mensen opgegroeid mee zijn, die beruchte examen GLO, natuurlijk behoorlijk wat problemen leverde. We hebben hoge getallen wat betreft blijven zitten. En jonge kinderen die uit het systeem vielen. En dat zijn echt stevige getallen, moet ik zeggen. En daarom moesten wij het onderwijssysteem enigszins op maat gaan maken. Door te letten dat mensen dus niet gaan blijven zitten meer. En dat mensen dus meer kansen hebben om in het systeem te blijven. Dankzij een stukje ondersteuning van extra lessen. En ook meer letten op de individuele leerlingen. En dat zien we dus meer gebeuren in het nieuwe systeem die we nu hebben. In klassen 9 en 10 zijn natuurlijk heel belangrijke klassen om na te gaan of inderdaad een kind geschikt is voor algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs. En we hebben daar dus de mogelijkheid gegeven om het curriculum enigszins te verruimen met beroepsoriënterende vakken. Bij Mulo is het zo dat we beroepsoriënterende vakken toevoegen. En bij LBO-kinderen is het juist het omgekeerde dat meer algemeen vormende vakken worden benadrukt. Wel nu, 10e klas is dus een heel belangrijke klas. Is vergelijkbaar met het belangrijk meetmoment van 8e klas, vergelijkbaar met GLO. En wat wij nu doen is, de 10e klas heeft voor het eerst een, wat we noemen, assessment plaatsgevallen. Dat is een soort examen, maar meer gericht om te diagnosticeren of een kind werkelijk meer georiënteerd beroepsvormend of het kind is meer georiënteerd algemeen vormend. Dat is aan de gang. Dat is voor de eerste keer en het resultaat is nu langzaam bekend geworden. We hebben procedure ontwikkeld waarop dus de school en natuurlijk de ouders en het kind in dialoog met elkaar gaan treden over de resultaten van het assessment van het individuele kind. En dat gaat aangeven hoe het kind dus straks naar de 11e jaar gaat. En dus betekent, is het typisch een kind naar algemeen vormend of is het kind naar beroepsvormend. En daarvoor is een assessment uitgewerkt, wat ook heel veel training heeft, is verzorgd door het examenbureau. En het is goed gegaan naar mijn gevoel. Nu is het een kwestie van hoe gaat de school, directie, leerkrachten samen met de ouders en het kind de resultaten van het individuele kind natuurlijk interpreteren. En welk advies komt daaruit te rollen. De school heeft een bepaalde uitgangspunt kijkend naar het materiaal en geeft een advies, die legt dat voor. En het kan zijn dat ouders zeggen, nou ik wil een gesprek over deze zaak. Een soort beroepsprocedure. De school heeft op basis van de interpretatie dus wel een advies al. En daardoor kunnen de ouders in dialoog tot iets anders mogelijkerwijs kunnen besluiten. Dat is een communicatieproces, dat is een dialoogproces. Mensen zijn getraind erin. En het kan zijn dat daar misschien redenen zijn dat mensen twijfelen of onzekerheden plaatsvinden. Ik heb niet de indruk dat dat moeizaam gaat. Het is een stukje onduidelijk, het is een stukje onwetendheid, maar daar zijn wij voor om die communicatie erop te richten.
Belangrijk is dat we genoeg voorlichting hebben verzorgd naar de individuele scholen. De trainingen van leerkrachten om dit proces in te gaan. En wat je dus nu hoort buiten, dat er sommige gevallen zijn waar mensen dus een hele trouble van maken van onbekendheid, onbemind met onduidelijkheid. En we zijn hier om voor die individuele gevallen wel een aantal zaken kunnen uit te leggen. En misschien is het goed dat ik aan mevrouw Rosario vraag om toe te lichten even de doelstellingen van natuurlijk de assessment van leerjaar 10 nog een keer. Het doel van de assessmentprocedure is dat we niet alleen meer gaan kijken naar wat het cijfer ons aangaf, zoals het in het verleden gebeurde, maar naar een bredere kijk hebben van zaken. Vandaar dat de assessmentprocedure ook bestaat uit 4 pijlers. Het schriftelijk examen, zoals we het noemen het AVO-examen, de praktijkexamen waarvan de beroepenmarkt is geweest, de schoolgeschiedenis van het kind over de afgelopen 2 jaren, zelfs 3 jaren, met die van leerjaar achterbij. En eigenlijk studieprofiel. Het kind heeft gedurende de afgelopen 2 schooljaren een portfolio bijgehouden. Het wordt genoemd het rapportfolio, waarin eigenlijk de leerdoelen zijn opgenomen erin. En eigenlijk op basis daarvan wordt nagegaan, wat kan dat kind wel, wat kan dat kind heel goed. En vandaar dat er ook is aangegeven dat we dus gekeken naar 75% van de doelen die moeten zijn gehaald om in een bepaald, eigenlijk bepaald profiel terecht te komen. Het is van belang ook verder uit te wijden van wat betekent na jaar 10, leerjaar 10, gaan we naar 11 en 12. Dat is vergelijkbaar met derde MULO en vierde MULO klas. En ook voor LBO klasse 3 en 4. Wat we nu gaan doen is dat we duidelijk maken dat klasse 11 en 12 nu in elk geval die volledige oriëntatie gaat uitwerken. Het kind die dus naar beroepsvormend gaat en het kind dat dus gaat naar algemeen vormend. Om uiteindelijk dus algemeen vormend gaat naar HAVO en VWO, de meer academische lijn. En dan heb je de beroepsoriëntatie gaat naar NATIN en natuurlijk MEO. Dat is eigenlijk het idee. Belangrijk is dat we het nieuwe onderwijssysteem kunnen toelichten even. Dat we heel duidelijk zijn wat we bedoelen met 10 jaar, kan je zeggen, eigenlijk basisvorming, basisschool. En dan die 2 jaren erboven, 11, 12. En dat betekent dat een kind van gemiddeld zo'n 14 jaar eigenlijk een goede keuze kan maken. Ben ik geschikt nu voor beroepsvormen of voor algemeen vormen? En misschien moeten we dat nieuwe onderwijssysteem even nog een keer goed uitleggen. Ik ga mevrouw Rosario even vragen om dat schema te doen. 2 jaar terug zijn we dus gekomen met een onderwijsschema. We hadden het genoemd een nieuw onderwijsschema. Gedurende de jaren, of tenminste de periode 1, is dat schema zelfs verder uitgewerkt. Waarbij we dus aangeven nu leerjaar 1 tot en met 8 is onze basiseducatie. Laten we noemen ons primair onderwijs. Vanaf leerjaar 11 ga je dus eigenlijk in het voortgezet onderwijs, het secundair onderwijs. Om daarna te kunnen aansluiten op het hoger onderwijs, oftewel het tertiair onderwijs. Maar om dus te kijken van na 10 gaat dus het kind vanuit het advies dat is gekomen, vanuit de assessment, gaat dan dus een kind nu afhankelijk van wat de assessment heeft uitgewezen, wat het schooladvies is geworden, richting de academische kant, dus richting HAVO, VWO, dus MULO, oud-MULO zouden we het zo kunnen noemen. Of dat kind gaat richting de beroepsgerichte kant, richting de MBO-opleidingen die we hebben. Dus richting beroepsonderwijs, het LBO als opstart. En vandaar dat we dus nu hebben, tot 10 is die basiseducatie, 11, 12 is die voorbereiding naar eigenlijk het middelbaar. Je begint alvast de aanzet te geven voor jouw, zeg maar, verdere studie. Jouw verdere keuze dat je allemaal wil maken. En op die manier ga je dan verder. Totdat je komt in het hoger onderwijs. En uiteindelijk ook als doctor kan afstuderen. Is het nou academisch of beroeps? Maar het is goed ook dat we uit kunnen leggen wat betekent leerjaar 11, 12. Want dat is een bepaalde studieprofielen zijn aangebonden. Het is goed uit te leggen. We hebben traditioneel kennen we de doorgeleiding van profiel A en B in MULO, zoals we het altijd kennen.
die A-mensen waren meer administratieve functies, boekhouden, etc. Tweede was B-richting, hoorde je altijd vanaf de tweede klas, met je cijfers wiskunde en natuurkunde dacht ik te maken, dat je dan doorverwezen wordt naar de zogenaamde B-richting. De B is natuurlijk wat exacte vakken, exacte richtingen, academisch. Maar nu hebben we ook gecreëerd een profiel Z, wat meer georiënteerd is om ook kinderen alternatief te bieden met talen en een aantal andere profielen. Misschien moeten wij deze drie profielen A, B, C even goed uitleggen. Het profiel A is het oude MULO A, waarvan de hoofdvakken zijn boekhouden, rekenen en handelskennis. Dus de handelswetenschappenvakken. Profiel B is dus natuur, techniek en gezondheid. Is het oude MULO B met de hoofdvakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, eventueel biologie. En profiel C is mensen, maatschappij, MULO C, zoals we dat hebben vanaf vorig jaar, gericht op de talen, Nederlands, Engels, Spaans. En eventueel een vriendentaal als je later verder gaat. Voor beroepsonderwijs, eigenlijk zit mijn collega daar veel te ver, gaat het om de richtingen dienstverlenende stream, de DS-stream, en de technische stream, de TS-stream. En van daaruit hebben we dus vanuit beroepsonderwijs de verschillende niveaus. Het A-niveau, eigenlijk het meer praktisch gerichte, praktijkonderwijs. Het B-niveau, waar dus is theorie en praktijk een beetje gelijkwaardig. En het C-niveau, waar eigenlijk het theoretisch gedeelte iets hoger is dan het praktische. Maar binnen die beroepsonderwijs heb je dus dan zowel de DS-vakken of richtingen, zoals mode en creatie, facilitaire dienstverlening, horeca, toerisme. En in de technische krijgen we dan meer de technische, de harde beroepsvakken, zoals elektro, WTB, bouwkunde, schilder, gawasa. Dus die richtingen zijn er nog steeds. Van daar kan het kind naartoe. En kan daarin verder, richting Natin, richting AMTO, om het einde te belanden op, of op FTW of op PTC. En als we kijken naar de academisch gerichte, ga ik dus richting de universiteit uiteindelijk. Want daarvoor ga ik dus richting de academische kant op, om te komen op de universiteit. We willen erop wijzen, daarom is het belangrijk dat het studieprofiel helder is van het kind. Wat wil het kind zelf? Wat zijn de talenten van het kind? Maar wat denken de ouders die ook hun kind als geen ander kennen? En wat zegt de assessment zelf, waarin het kind goed is. Daarom is het goed om dat studieprofiel even uit te leggen, wat voor verbanden we zien met de uitkomsten en hoe dat gesprek plaatsvindt, want er moeten wat keuzes worden gemaakt. En daarom is die dialoog zo belangrijk tussen de school, het kind en de ouders. En misschien moeten we dat profiel even, studieprofiel, ook een beetje wat naar boven halen om het uit te leggen. Het studieprofiel is eigenlijk gebaseerd op een 360 graden feedback model. Hierbij ga je dus eigenlijk na, wat kan dat kind goed, wat kan dat kind minder. En dan gaan we kijken naar een stukje zelfevaluatie van het kind uit. Maar ook van hoe is dat kind betrokken in zijn eigen studiebetrokkenheid. En daarbij heb je dus dan een vragenlijst vanuit de school. Dus daar gaan dan leerkrachten mee aan de slag. En dan krijg je dus dan, uitgaande van de zelfevaluatie en eigenlijk de vragenlijsten, krijg je een soort spinnenweb. En de spinnenweb is gebaseerd op 6 categorieën. Studiemotivatie, leervaardigheid, studiemotivatie, huiswerkmotivatie, de voorkeur naar praktijk of de voorkeur naar algemeen vormen. En afhankelijk van hoe de vragen zijn beantwoord en eigenlijk gekeken worden, ontstaat er eigenlijk een spinnenweb waarbij eigenlijk al de richting wordt gewezen van waar dat kind naartoe wil gaan. En dat gaat een beetje overeenkomen met eigenlijk ook hoe dat kind zijn schoolgeschiedenis loopt. Want je weet, vaak genoeg gaan bepaalde dingen uitblijken. En dat gaat dus ook te zien zijn eigenlijk in het profiel. Maar ook vanuit het schriftelijk examen, maar ook het praktijkexamen. Want daar zien we ook van wat de kinderen echt met hun handen kunnen en waar ze eigenlijk leuk hebben gevonden om het zelf te doen. Ik weet niet, als je naar de beroepenmarkt bent geweest van de verschillende scholen, dan heb je gezien dat kinderen echt out of the box hebben gewerkt. En dan is het niet iets van omdat het de school ze zou moeten leren. Nee, de beroepenmarkt was ook meer om te kijken naar de OT-vakken, de oriëntatievakken, de oriëntatie op het beroep.
om dan te gaan kijken van oké, wat wil ik doen? En een stukje zelfwerkzaamheid, zelfonderzoek, zelf-evaluatie om te kijken van oké, wat kan ik? En daar zijn dan eigenlijk groepswerk waarbij dus ook de vaardigheden, de soft skills van de kinderen tot uiting komen. Kunnen samenwerken, kritisch kunnen denken, creatief zijn, kunnen communiceren met elkaar, zaken opzoeken. En uitgaande daarvan, dat komt dus ook van waarin ben ik goed? Waar wil ik zelf naartoe gaan? En aan het eind van de rit komt dan het gesprek. Ja, dus het gesprek is erg van belang. En daar hebben we voldoende trainingen gegeven aan de schoolleiders en aan leerkrachten. We beseffen dat niet op alle niveaus dat misschien in één keer begrepen is. We hebben een nieuwigheid, dus dat betekent voor het eerst zijn de kinderen dus in leerjaar 10 in assessment geplaatst. En die worden nu verwezen, de eerste groepen gaan dus per 1 oktober naar leerjaar 11, zoals dat heet. En dat betekent dat gaat misschien met wat problemen, onduidelijkheden, maar we gaan langzamerhand die vernieuwing meer body gaan geven door praten. Op schoolniveau meer trainingen, opleiding, zodat het proces vlot gaat lopen. Maar geloven u, met dit nieuwe systeem kijken we meer naar de talenten van een individueel kind dan vroeger. We kennen de GLO-toets, dat was echt zwaar voor een aantal leerlingen, omdat direct de helft het niet haalde. En de rest ging een groot deel ging naar LBO-onderwijs, wat voor veel jonge kinderen van 12 jaar eindonderwijs is. En de rest ging naar MULO. Dat systeem is dus flink geëvalueerd. We hebben die cijfers ook. We gaan u niet vermoeien op dit moment. Maar dat zullen we ook laten zien in die samenleving. We moeten ons meer nu gaan inzetten. Gelet ook op de Sustainable Development Goal. Waar Suriname een commitment heeft met de UNESCO. Met de United Nations. Dat wij met name bij Sustainable Development 4 aandacht besteden aan natuurlijk kinderen. Dus die niet achter mogen blijven. En wij hebben ook een verplichting om een doorbraak te creëren in het onderwijssysteem, om meer leerlinggericht georiënteerd te zijn. Vanuit de school, vanuit de leerkrachten, maar ook vanuit de talenten die een kind heeft. En vroeger waren dat voornamelijk examencijfers of vanuit vakken, waar de cijfers het uitwezen. En nu hebben we in het systeem verruimd een extra profiel C. En we hebben de mogelijkheid geboden dat de kinderen dus meer een bredere oriëntatie krijgen op de arbeidsmarkt. Immers, op die leeftijden ga je een profiel krijgen van jezelf, wat je zelf wil gaan doen straks als volgend, als je beroep uitoefent. En die interesse gaan we meer aanwakkeren vanaf eigenlijk klas 9, 10, 11 en 12. Dus we zien straks een heel mooi verschijnsel dat we de bestaande systemen MULO en LBO een beetje aan het omvormen zijn, zodat het kind veel meer in de leerjaren, dus 19, 11 en 12, de kans krijgen, klaargemaakt wordt voor een beroepsoriëntatie die bij hun past. Ja, en dat gaat met een aantal vernieuwingsgedachten. Wij hebben in de assessment, dat zijn vormen van toetsen, een aantal vernieuwende elementen gebracht, dus niet alleen puur op vakken, maar ook op de creatieve geest van het kind. Vandaar we ook dus bij een aantal van die klassen ook heel interessante dingen hebben gedaan in leerjaar 10 bijvoorbeeld. Dat men 18 opdrachten moest doen om breder te kijken dan alleen adreskunde, geschiedenis, rekenen, etc. Brede oriëntatie, zodat het kind beter bekeken kan worden op waarvoor is dat kind geschikt. Is het echt een typische kind dat naar de beroepsvormende opleidingen moet gaan of naar typische algemeen vormende opleidingen. Belangrijk is dat we dit jaar, heb ik gezegd als minister, als relatief nieuwe minister van 3 maanden al zit ik aan, dat ik het lopend jaar zo weinig mogelijk ingrepen kan doen vanwege de lopende acties. Wij zijn nu dus informatie aan het verzamelen waarbij we kijken wat zijn de gevoelens vanuit het veld. De leerkrachten, de schoolleiders, de ouders. En we krijgen feedback. Feedback hoeft niet altijd alleen de negatieve dingen, verhalen die je steeds hoort. En mensen menen dan verhalen ook op te gaan schrijven. Laten we rustig naar de samenleving toe zijn dat een groot deel van de mensen tevreden is. Dat Suriname durft
in de komende tijd een nieuw onderwijssysteem te implementeren waar er meer aandacht is voor het kind aan de onderkant. En dat gaat gepaard van nu met weerstanden. Wij zullen meer ons moeten gaan inzetten om te kijken hoe we onze leerlingen, ouders en ook de scholen moeten gaan vertellen dat ze in een ander systeem van denken zitten. Dat neemt tijd. Mensen moeten zich veilig voelen om vragen te stellen. We gaan de communicatie ook gigantischer opvoeren. We gaan ook kijken op het niveau van scholen hoe die vernieuwing gaat. Dat betekent de directie, de schoolleider, de leerkrachtenteams en praten met ze van waarom we dit doen. Om ook logisch in de ruimte te geven om vragen te stellen die ze niet goed begrepen. Er is geen enkele reden voor onrust. Vernieuwingen gaan gepaard met weerstanden, met schokken, met onzekerheden. Maar het ministerie staat ervoor met haar afdelingen en een specialistische dienst om alle hulp te bieden. Wat ik nu ga doen in de komende periode is die informatie goed ordenen. We krijgen voldoende feedback nu op dit ogenblik. Het is individueel, het is schoolgebonden, het is ouders die iets op te merken hebben. En terecht als dat moet, mogen ze dat doen. Wij proberen zoveel mogelijk die informatie te verzamelen om voor het nieuwe schooljaar, dat dus aanstaande is 1 oktober, gaan we kijken wat werkt en wat werkt niet. Dat betekent dat wij van het ministerie met de stafdiensten ook heel goed gaan kijken hoe we bij de start van het nieuwe schooljaar 2023-2024 een aantal aanpassingen moeten insturen, ja of nee, moeten we dat doen, wat gaan we precies doen, dat er goede instructie is. Als er kritiek is en zaken niet gelopen, onvoldoende lopen, zullen wij gepaste maatregelen nemen om vooral in het nieuwe schooljaar die aanpassingen te doen, die nieuwe instructies te geven die noodzakelijk zijn. Op het ogenblik is het nog even te vroeg om drastische nieuwe maatregelen bekend te maken. We moeten dit schooljaar, is bijna ter einde, rond 15 augustus zijn we zover dat alle tentamen, examens en uitslagen bekend zijn. En dan gaan we dus goed zitten met mijn staf om te zeggen, oké, we hebben dit schooljaar gehad. 2022-2023, en wat is er allemaal gebeurd? Hoe valt die vernieuwing bij de scholen? Hoe valt de vernieuwing bij de samenleving? En hoe valt de vernieuwing met name ook bij onze stakeholders als ouders? En we zullen dan echt alles eraan doen om voor het nieuwe schooljaar, die 1 oktober start, een aantal nieuwe richtlijnen te formuleren, ideeën nodig om in te grijpen. Dingen die goed gaan en goed zitten moeten we koesteren. Maar zaken die dus onduidelijk zijn, gaan we antwoord op moeten geven. En dat gaat mijn team moeten doen. We gaan meer aandacht besteden voor die vernieuwing op schoolniveau en op het niveau van een district. En dat is dus wat de nieuwe... Ik heb daarom als minister gemeend om een stuurgroep in het leven te roepen. En die stuurgroep heeft 3 belangrijke taakgroepen. Ik kan zeggen werkgroepen. Wat we gaan doen is, een groep gaat zich bezighouden met goed nagaan hoe die implementatie die we voorgenomen hebben echt dus verloopt op de scholen. We noemen dat dus vernieuwingsproces gaat de aandacht krijgen en dan gaan we de processtappen bekijken op het schoolniveau of de instructie goed is, informatie, alles eraan doen om te kijken wat moeten we doen aan die vernieuwing om het te laten begrijpen. Zaken als curriculum, training van de leerkrachten, instructie naar de, vanuit de schooldirecties, EQ, schoolleiders, maar ook kijken rond vakken, wat er aan de hand zit. Hebben we voldoende leerkrachten, zo ja en nee, wat kunnen we eraan doen? Wie is wel getraind en wie is niet getraind? En we gaan ook aandacht besteden aan de vormen van toetsen. Wij gaan veel summatieve toetsen gebruiken, dat wil zeggen, we gaan meer kijken naar de procesverloop, hoe kinderen kennisvaardigheden houden, verwerken. Binnen die scholen waar blijkt dat leerlingen zwak presteren, zullen we meer aandacht besteden aan versterking. Maar ook de leerlingen zullen aandacht moeten krijgen dat als ze achterlopen met bepaalde vakken, hun niveau niet klopt, dat er vormen van wat we noemen remedial teaching, dat wil zeggen ze gaan extra uren steun krijgen om die vakken, dus dat er bijgesteld wordt, dat er extra vormen van toetsing plaatsvinden om ze een herkansing te geven om beter te performen. Een tweede groep dus is belangrijk, die is de wetgevingsgroep.
Dat is het juridisch trek, zoals we zeggen, we moeten met het parlement nu een paar wetten klaarmaken. Wet op het basisonderwijs, is dat mooi, wet op het voortgezet onderwijs. In elk geval moeten legitimeren dat het vernieuwingsproces een kader krijgt met wetten. We lopen achter met wetgevingsproducten. We hebben natuurlijk zeer oude wetgevingsproducten van lager onderwijs die dateren vanaf voor de onafhankelijkheid. Dat gaan we dus anders inzetten. Dus wetgevingsproducten zijn belangrijk om dat goed te regelen. En als derde, communicatie. Uit de discussie van uw inleiding is gebleken hoeveel beeldvorming, perceptie er kan zijn over dit proces. Sommigen zijn erg negatief georiënteerd, kan ik me voorstellen. Het is vaak een gebrek aan informatie. En dat moeten we niet hebben. Het is een mooi nieuw proces waarin we gauw onze ondersteuning moeten gaan geven. En natuurlijk, het is niet bij iedereen komt het goed over. Wij zijn niet echt type die, trouwens blijkt over de hele wereld, hoe onderwijsvernieuwing een heel moeizaam proces is. Het is langdurig. Maar we gaan veel meer moeten overtuigen op schoolniveau, op directieniveau, op schoolleidersniveau, op leerkrachtenniveau, op oudersniveau, dat deze vernieuwing wel heilzaam is voor de toekomst van onze kinderen. Er is veel gezegd, onderwijs binnenland, onderwijs in de lagere klasse, veel blijven zitters en veel mensen die uit het systeem vallen. Wij kunnen dat niet meer accepteren en we moeten gaan lopen in de lijn van wat in Latijns-Amerika, Caribisch gebied en de wereld gebeurt. En dat is die aandacht voor het niet uitsluiten van kinderen. En iedereen heeft de eerlijke kans om hun kwaliteiten, hun talenten tentoon te bespreken. We moeten ook niet geloven dat elk kind typisch een beta-kindje kan zijn of voor academische vorming. Er is heel veel te doen in Suriname in de beroepsvorming, maar ook de mogelijkheid om talenten te ontwikkelen zoals talen en in de sport, in de kunst en noem maar op. En daar gaan we dus het onderwijssysteem nu een beetje op aanpassen. Het gaat moeizaam, ik weet het gaat met de nodige weerstanden. Maar ik kan één ding zeggen, we zijn goed op weg. Maar als blijkt uit het pakket van informatie van de komende weken, waar wij dus een paar belangrijke beslissingen moeten gaan nemen, dat we echt een fundamentele aantal andere keuzes moeten doen of moeten corrigeren, dan zal mijn team, dit ministerie, daar niet voor schromen. Maar wij gaan even goed luisteren en kijken na de afsluiting van het schooljaar, wat is goed te gaan, wat gaat minder goed, wat zullen we beter moeten uitleggen en waar gaan wij de komende tijd aandacht besteden, dat die instructie bij de start van de nieuwe scholen 1 oktober best wel beter moet, anders moet en steviger moet, dat zo'n school weet waar ze aan toe zijn. We hebben ook een stevige aantal trajecten aan te gaan, bijvoorbeeld plaatsingsprocedure. Je krijgt die hele waterval van inschrijvingen, zodat we goed moeten kijken op de scholen wat er gebeurt. We weten dat er ook praktische dingen kunnen plaatsvinden, dat vooral het nieuwe leerjaar 11 kan de nodige spanningen veroorzaken, omdat sommige mensen op een andere school misschien moeten plaatsnemen. Het systeem is nou eenmaal zo dat je niet overal dezelfde hoeveelheid plaats hebt op een LBO-school, MULO-school. En dat gaat wat spanningen opleveren. Het team gaat beschikbaar zijn om dat in goede processen te begeleiden. En dat wij in staat zullen zijn, zeker na 1 oktober, een stukje nablusswerkzaamheden verrichten, in die zin dat die problemen die dan gecreëerd zijn of mogelijk oppoppen, dat we daar met een team stuk voor stuk moeten oppakken. Dus je krijgt zeker een periode van oktober tot half november nog wat plaatsingsproblematiek. Kinderen die plotseling een probleem gaan krijgen. Ben ik op de juiste school? Waarom moet ik naar een andere school? Al dat soort dingen zullen met een aantal activiteiten rond het ministerie opgelost moeten worden. En dat is eigenlijk een jaarlijks terugkerende ritueel, waarin ons team hier altijd erg goed in is. Uiteindelijk is het doel dat we al die problemen een plek moeten geven en elk kind vroeg of laat geholpen zal worden op maatwerk om zijn plekje weer te vinden. Dat kunnen we leren steeds meer van dat proces, maar wij gaan niet ontkennen dat straks in de loop naar 1 oktober en na 1 oktober nog wat zaken zullen zijn waar wij moeten oppakken. Maar dit is eigenlijk het doel wat wij dus willen oppakken.
We hebben dit jaar rustig ingezet omdat het een lopend jaar is om het hele systeem niet te brouilleren. Hebben wij rustig verder gewerkt aan die vernieuwingsgedachte. De lijn die is ingezet zoals we hebben zitten uitleggen. Wat wij nu graag willen hebben om echt pas op de plaats straks in de komende weken om met een frisse moed straks het nieuwe schooljaar tegemoet te gaan. Met de juiste instructies en als er waar een aantal ingrepen moeten worden gedaan op basis van de kritiek. De feedback die we hebben gehad zal dit ministerie niet schromen voor om dingen, zaken te corrigeren bijvoorbeeld, om het beter uit te leggen. Maar wij moeten blijven geloven in het nieuw proces, in de vernieuwing, de onderwijsvernieuwing van Suriname. Ik heb als boodschap, lieve landgenoten, we begrijpen het vanuit uw rol als leerkracht, als schoolleider, als directielid van een school, als ouders, als vakleerkracht, maar zelfs ook onze ambtenaren op het ministerie in stad en districten, dat er sommige onduidelijkheden zijn. Wij gaan proberen deze zaak voor u te verduidelijken. Maar wij moeten als natie proberen het onderwijsbestel, ons onderwijsstelsel op een hoger niveau te brengen. We hebben de moed opgepakt vanaf 1975 hebben wij nu de durf gehad om het koloniaal stelsel die we over hebben genomen van Nederland nu eindelijk aan te passen naar onze behoeften. Dat gaat met pijn, dat gaat met ongemak, dat gaat met weerstanden. De regering heeft zelfs zo'n 70 miljoen US dollars met donoren geïnvesteerd in de nieuwe inzichten van curriculummateriaal, trainingen. We hebben een nieuw gebouw. Opleidingscentrums in Nancy van ons. We hebben van alles gedaan nu. Nieuwe leerboeken. U gaat komende weken zien. We hebben 72 nieuwe leerboeken. We gaan zelf een tentoonstelling houden waar u uw boeken kunt zien. Om dit proces te faciliteren. Er komt nog eens zo'n 70 miljoen aan komende 2 jaar. Om extra dit de bekrachtiging en de implementatie te helpen structureren. Dat wil zeggen nog de fase 3 hebben wij 30 miljoen. En nog een hele fase 4 om het extra proces te laten lopen waar wij de focus zullen hebben als Engels als tweede taal. En bijvoorbeeld connectivity waarbij we echt de ICT gaan opleiden. We krijgen straks dus echt een soort duaal systeem waarbij we ook moeten kunnen schakelen naar digitale systeem, digitaal onderwijs en face-to-face onderwijs. In elk geval, u moet blijven geloven in deze regering en dit ministerie waarbij we in staat zullen zijn die vernieuwing stapsgewijs in te voeren. En ik geloof niet dat alles op wieltjes en rolletjes gaat gaan, maar wij gaan ervoor proberen dat we dit proces de komende tijd veel meer kan bekrachtigen met communicatie, opleiding en training. En in elk geval vooral op schoolniveau proberen die vernieuwing te laten doen plaatsvinden. En dat we ruimte gaan creëren dat er ook feedback gaat komen om dit proces te ondersteunen. We hebben al een mooi moment gepland op 6 en 7 oktober waar het onderwijscongres, een groot onderwijscongres die wordt voorbereid, waar we ook gaan luisteren naar het veld met de verschillende actoren over de feedback en de onderwijsvernieuwing onder andere ook van de element. Blijft u geloven in het systeem en we hebben ruimte genoeg om feedback en acties op te voeren om het systeem aan te passen wanneer er werkelijk zaken zijn die dus niet door de beugel kunnen of niet goed zijn voor de kinderen in hun ontwikkeling. Ik dank u.